Tijd om te praten over school en opvoeding. En dat doen we natuurlijk met onze vaste gast. Niet in de studio, even met corona, maar hebben wij de gasten gewoon thuis via een beeldverbinding. Sharon Stellert, goedemorgen Sharon. Goedemorgen Sharon. Hoi. Hallo. Hi. Ik had het vanmorgen even over zo'n filmpje, over die bank. Ik heb het filmpje nu. Misschien zullen we die eventjes uitzenden. Is dat leuk, Arnoud? Om dat even te laten zien. Kijken. Want we hadden het er vanmorgen over. Mensen die meekijken. Goed, dan komt hij aan. Kindje dat vader roept. Ja. Vanuit een andere kamer. Kijk. Het is toch geweldig. Kind komt binnen. Kind loopt weg. Zo met de armen in de lucht van... Maar nou, zie je dat het niet echt is? Het is volgens mij gemonteerd. Nou, nee, ik weet het eigenlijk niet. Het is een beetje net als als dat filmpje van de een of andere goochelaar. Die lijkt alsof hij op een bezem vliegt. Maar dan ook met een soort spiegel waar hij dan half op zit en zo. Het is een mooie optische illusie. Ja. Maar ja, moeten we dat op dag 3 nu al gaan doen dan, Sharon? Nou, ik hoor wel om me heen dat heel veel ouders er toch best wel moeite mee hebben, hoor. Dat het pittiger is dan dat ze toch in eerste instantie dachten. En dat is vooral het geval voor ouders die alleen zijn, van wie de partner of niet thuis is of zelf moet werken. Vooral ook omdat werkgevers ook wel gewoon aan jou vragen om thuis te werken. En de combinatie van die twee dingen is toch wel ingewikkeld voor heel veel gezinnen. Ja, er kwam die regeling dat ouders met vitale beroepen mogen hun kinderen toch naar de kinderopvang toesturen. Maar er is nog steeds een beetje onduidelijkheid over van wanneer allebei de ouders of één ouder nou een vitaal beroep heeft en wanneer mag je kind nou wel naar de opvang sturen. Ja, ik heb er een heel mooi stroomschemaatje voor. Die kan ik misschien morgen even tonen. Maar dat is een heel handig schema waarin je eigenlijk zelf die beslisboom ziet. Maar over het algemeen geldt het zo dat beide ouders moeten in zo'n vitale functie zitten. En zo niet, dan wordt de andere ouder dus geacht om wel thuis te zijn. Wat ik net al zei, in veel gevallen betekent het ook voor die andere ouder dat hij toch nog wel thuis moet werken. En ik merk dat... wel heel lastig is, omdat gewoon hoe jonger je kind is, hoe ingewikkelder het is om je kind aan het werk te houden en zelf ook je arbeid te verrichten. Dus ik heb zelf met mijn man dus echt een wisseldienst, dat hij de avond werkt en ik overdag. En zo wisselen we dan de zorg voor de kinderen. Maar goed, dat moet maar wel kunnen. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel leuk bedacht. Je hebt nu een paar dagen dat in de praktijk al kunnen doen. Hoe bevalt dat? Gaat dat goed? Nou, ik volg zelf op Twitter de hashtag thuisonderwijs. En dat vind ik toch wel vrij hilarisch. Omdat dan zie je gewoon ineens dat het respect voor ouders naar leerkrachten weer enorm stijgt. Hè? Waar we eerder steeds hoorden dat ouders kritisch waren op leerkrachten. Denk ik dat ze hier wel even van terugkomen. Yeah. Ik las een moeder die schreef van dag 2 van het thuisonderwijs. De gymles, mijn twee enige studenten hebben elkaar met de pion geslagen en die zitten nu boos op de kamer. Dat soort dingen kom je dus heel veel tegen. Dus dat ouders zich er toch wel in verslikken of dat ze zelf niet meer weten hoe bepaalde sommetjes moeten worden opgelost. Maar ik vind het wel heel leuk dat mensen elkaar dus wel heel erg helpen. Dus dat je ziet wel een enorme bereidwilligheid om elkaar dingen uit te leggen. Maar ook voor scholen om toch wel via de e-mail vragen van kinderen te beantwoorden. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Hoe lang is dit een houdbare situatie, denk jij? Want we weten nu dat het in ieder geval tot en met 6 april duurt. De kans is redelijk groot aanwezig dat het wat verlengd gaat worden, die periode. Hoe lang houden we dit vol? Ja, ik hoop natuurlijk wel lang. En waar ik wel iets gerust over ben gesteld, dat is het pakket aan maatregelen ten aanzien van de financieel-economische situatie. Mm-hmm. Dan zal je misschien denken, wat heeft dat nou met school en opvoeding te maken? Maar we weten dat de financiële druk op gezinnen, dat gewoon heel veel negatieve effecten kan hebben, ook op de opvoeding. Hè? Dus dat ouders die onder druk staan, over het algemeen niet het meeste geduld kunnen opbrengen. En in sommige gevallen kan het nog kwalijkere gevolgen hebben. Ja. Dus ik hoop ook dat er iets van rust terugkeert in gezinnen, omdat die financiële onzekerheid, voor zover dat kan, iets wordt weggenomen. Want het is gewoon heel vervelend als gezinnen onder druk staan. Ja, het kan er ook voor zorgen natuurlijk dat een moeder die financieel onder druk staat, niet een vitaal beroep heeft, toch een mogelijkheid ziet om een paar centjes ergens of wat dan ook in de schoonmaak of zo te verdienen. En dan zegt van kinderen die net in een leeftijdsgrens zitten die je eventjes alleen zou kunnen laten, dat soort situaties natuurlijk gaan gebeuren. Ja, absoluut. Maar wat je ook ziet, en daar hoor ik ook wel klachten over, is dat bijvoorbeeld heel veel leerlingen uit het voortgezet onderwijs die nu niet naar school gaan, dat die dan samen clusteren
bijvoorbeeld bij winkelcentra, en die daar dan met z'n allen voor de deur gaan hangen. Ja. En ja, daar maken mensen zich ook ongerust over van, ja, is dat nou het doel van dat we met elkaar thuisonderwijs geven? Want het idee was toch dat we het risico op besmetting gingen laten afnemen. Ja, ik vind het wel leuk om te zien dan ook, als ik nu kijk in de lesboekjes van de kinderen. Je krijgt als ouder wel meer inzicht van hoe er les wordt gegeven op dit moment. Ja, dat is dus het voordeel. Hè? Dus er zitten natuurlijk onwijs veel nadelen aan. Maar ja. Ik denk dat er ook wel voordelen zijn. Dat je veel meer zicht krijgt op wat gebeurt er nou op zo'n schooldag. Waar zijn de kinderen mee bezig? Dat geeft gewoon enorm veel inzicht. En ja, wat ik net ook al zei, denk ook wel wat waardering. Extra waardering, waar we dat toch de afgelopen jaren wat zagen teruggaan voor leerkrachten. Ja, het is net alsof de ouders ook weer een stukje terug naar school gaan. Ja, ik lees dus ook best wel grappige dingen, weet je wel. En wie gaat nu de ouders in hun les bellen om te vragen of alle kinderen wel aanwezig zijn? Want dan krijgen ze tenminste de echte volle ervaring, weet je wel. Dat soort dingen. Ja. Klopt, goed. Zometeen praten we even verder met je. We praten verder met Sharon Stellaert over school en opvoeding. School thuis. Je hebt dat schemaatje aan ons doorgestuurd nu over wanneer je als ouder aanspraak mag maken op die kinderopvang. Want dat is dus ook bij als één ouder een vitaal beroep hebt. Kan je me een beetje uitleggen? Ja, nou, dat is dus de vraag van, heeft een van de ouders een cruciaal beroep? Nou ja, kun je dan zelf voor opvang zorgen? Is de antwoord ja, nou ja, dan geen beroep doen natuurlijk op de opvang. Dat geldt ook wanneer de kinderen dus verkouden zijn of griepverschijnselen, dan is het ook thuishouden. Maar kinderen dus mogen dus wel bij de gastouder komen als je en geen opvang hebt en de kinderen niet verkouden zijn en één of beide ouders een cruciaal beroep heeft. En bij eenoudergezinnen? Is dat een domme vraag? Hoe zit het daarbij? Dan hangt het er dus vanaf of die ouder een cruciaal, zeker vitaal beroep vervult. Want dan kan die dus wel gebruik maken van de kinderopvang. Ja, maar als je dus een eenoudergezin zou hebben met iemand die de ouder heeft geen cruciaal beroep, maar heeft nog wel gewoon steeds werk, zeg maar als ZZP'er, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen. Ja. Dan zou je toch eigenlijk willen verlangen dat iemand dan gewoon naar het werk gaat. Dat is altijd beter dan thuis gaat zitten. Dat mag dus niet, Sharon. Dat mag dus dan niet. Nee, en dan kan je natuurlijk kijken wat je met vrienden en familie kunt organiseren. Dus daarom was ik wel redelijk blij, dat het RIVM nu zegt dat je nog wel met vriendjes en vriendinnetjes mag afspreken. Want zo kun je misschien iets met andere ouders organiseren. Ah. Hoewel we natuurlijk ook wel in het nieuws hebben gehoord dat het werk voor ZZP'ers nu grotendeels, treurig maar waar, wel wegvalt. Ja. Afhankelijk ook van welke industrie dat je werkt. Ik wou net zeggen, heel veel sectoren waar ze natuurlijk nog wel heel veel gebruik maken van van ZZP'ers. Ja. Oké. Zijn er nog tips die je kan geven voor de komende dagen? Want we zitten pas op dag 3 eigenlijk, hè, van de 21. Ja. Hou eens op nou. We zitten pas op dag 3 en we doen net alsof het al maanden duurt. Ja. Nou, zo voelt het wel een beetje al. Wat ik heel erg leuk vind is om te zien hoeveel initiatieven er zijn op internet. En nogmaals, ik volg zelf dus iedere dag de hashtag thuisonderwijs. Want daar komen echt zoveel mensen met tips. Bijvoorbeeld Querido kinderboeken. Oh ja. Die zegt, nou, we hebben al ons lesmateriaal gratis ter beschikking gesteld. Maak er gebruik van. Maar ook heel veel mensen die zeggen, blijf vooral gewoon met je kinderen lekker lezen. Want leeskilometers maken is altijd goed. En het is ook een leuke activiteit om samen of alleen te ondernemen. En mijn eerdere tip geldt eigenlijk ook. Hè. Dus sta je niet alleen maar blind op het formele werk wat kinderen van school meekrijgen. Maar kijk ook welke activiteiten sowieso leuk en leerzaam zijn. Zonder dat je nou per se het idee hebt dat je met school bezig bent. En voorbeelden heb ik bijvoorbeeld een hele leuke Lego challenge. Die je met Lego kan doen. Hebben ze voor 30 dagen lang. Voor iedere dag heb je gewoon een hele leuke uitdaging. En die kan je dan 30 dagen doen. En dat stimuleert de creativiteit van kinderen enorm. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over bouwen een nieuwe attractie in een themapark. Of nou, weet je, noem maar op. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. En dat kan je ook samen doen. Moet je alleen wel even een bak Lego aanschaffen eerst, hè? Ja, als je die niet hebt. Je mag even bij mij lenen. Die zet je dan voor de deur neer en dan hard weg en dan kan een ander hem ophalen. Ja, precies. Maar dat ook, hè. Dat gewoon scholen werken met drive-in-achtige toestanden. Dus dan doen ze het raam open van de school. Ja. En dan kan je bij de school kan je allemaal lesmateriaal afhalen. Ja. Hoe zit jij trouwens, hoe kijk jij tegen het feit aan dat het ritme van de school zoveel mogelijk in stand gehouden moet worden? Hè? Dan zeggen we ook van, je moet er gewoon ook dat opstaan en je moet gewoon allemaal was aankleden en zelf de tijden aanhouden, 8:30 gaan beginnen met een soort van onderwijs.
Ja, ik denk dat voor iedereen geldt, dat weten we eigenlijk voor alle mensen, dat een dagelijkse routine dat de mens helpt. Dus hoe meer structuur je hebt in een dag, dat geeft rust. Mensen zijn gewoontedieren en varen gewoon heel erg goed op een dagelijkse routine. En het geeft de kinderen houvast. En het maakt ook dat je niet continu antwoord hoeft te geven op vragen als wat gaan we nu doen? Mag ik nu iets lekkers? Mag ik dit? Mag ik dat? Dus het geeft denk ik voor alle partijen geeft het wel rust. Ook dat je met je partner, als je die hebt, afspraken maakt over wie doet wat, waar, wanneer, opvang van de kinderen, het huishouden, het overleg met de werkgevers. Ja, ik denk dat het gewoon helpt. En als de kinderen op bed liggen, maak een goed plan en betrek ze eventueel ook in dat plan. Want ja, het geeft echt rust en regelmaat. Dus ik zou dat zeker wel doen. Maar nogmaals, in dat plan mag dus ook staan lekker veel spelen, lekker veel naar buiten. Nu mogen we nog naar buiten. Ja. Wie weet hoe dat over een week is. Dus ja, doe dat wel. Oké, goed. Voor nu, dankjewel Sharon. En we spreken jou zo snel mogelijk weer als er nieuws is. Dankjewel. Dat is goed. Dankjewel.